En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. We hebben weer een carvlog. Alweer een tijdje geleden dat ik een carvlog gedaan heb. Ik ben even onderweg naar Schiedam. Ik moet even wat ophalen. Maar dat is niet het belangrijkste. Ik ben vandaag lekker voor het eerst wezen werken. Ik heb voor het eerste keer weer sinds tijden weer overgewerkt. Beviel me prima. Moet ik zeker veel vaker doen. Ik had echt weer een lekker goed gevoel erover toen ik weer terug naar huis reed. 6 uur begonnen. En 5 uur opgestaan, 6 uur begonnen met werken. En ik heb nog even lekker even een beetje de rest van de dag een beetje lekker rustig aangedaan op mijn gemak hier even. En het is nog steeds prachtig weer, jongens. Het is nog steeds heerlijk weer is het. En ik ben nu onderweg naar Schiedam. Ik moet even snel even wat ophalen. En dan ga ik, als de wieden weer, ga ik weer terug naar Spijkenisse. Dus het wordt wel een korte carvlog, dat wel. Maar in ieder geval, ik kan nou ook niet weglopen, want ik kreeg alweer een commentaar bij de vorige vlog van joh, waarom loop je de hele tijd? Nou, ik denk, weet je wat, ik doe het wel een keer in de auto. Ik kan tenminste niet weglopen van mijn camera. Nee, ik ben onderweg naar Schiedam en... Ik moet nog 12 kilometer, dus het is niet zo ver rijden. Ja, Spijkenisse ligt niet zo ver bij Schiedam vandaan. Dus dat kleine stukje, dat gaat me wel lukken. Ik moet alleen nog even een keer terug naar de garage voor mijn airco, want mijn airco die doet het niet. Ik denk dat die gewoon weer opnieuw bijgevuld moet worden. Natuurlijk moet het één keer in de zoveel tijd gebeuren. Dus dat was een aardig drempeltje. Dus we gaan nu onderweg naar Schiedam, jongens. En ik zou zeggen, ja, veel plezier met kijken. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo, hoor je. Doei. Ik ben alweer op de terugweg. Ik ben even in Schiedam geweest en ik ben nu op de terugweg. En ja, altijd als je op de terugweg gaat, dan is het altijd wel weer feest bij Hoogvliet, tussen Hoogvliet en Spijkenisse. En wat denken jullie? Ja hoor, het is weer zover. Die vuile klerenbrug die staat weer open. Oh, het is weer zover. Het is weer zover, jongens. Die klerenbrug staat weer open. Het is ook altijd hetzelfde met die teringbrug.
word er helemaal schijtziek van. Ik zit even lekker mijn airco aan, want ik heb het echt ontzettend heet. Het is ontzettend warm in die wagen. En mijn airco doet het, zoals ik al zei, niet helemaal goed. Zo blij zijn als ik thuis ben. En hij wil maar niet omlaag, hè. Gaat hij nou wel omlaag? Nee, hij blijft nog steeds omhoog staan. Oh, ik word er gek van. Nou, als ik dadelijk weer thuis ben, dan spreek ik jullie weer, hoor. Want dit gaat nog wel even duren. Hé, dat is lekker, zeg. Oh, sorry, hi. Ja, ik ben alweer terug thuis, hoor. Ik heb even de ventilator even thuis bij mijn moeder even opgehaald. En zo, nou, dat is wel nodig. Hij is trouwens mijn echo. Hallo. Zie je, er zit gewoon echo in dat ding. Maar lekker hoor, hé. Even lekker, kun je niet wat harder? Oh, kijk eens, nou gaat hij nog harder. Oh, zo. Kulleren, wat is te warm. Nou, in ieder geval heb ik lekker even de ventilator omgezet. En dadelijk komt Ramon. Die komt even lekker mijn haartjes weer even scheren. Ziet er niet uit. Kijk, wel een dode gedoe allemaal. Mijn zijkanten die staan helemaal omhoog. Het ziet er gewoon niet meer uit. Dus Ramon die komt dadelijk en ik kom even lekker mijn haar doen. Ik ben lekker kort geschoren. En ik ben net even wezen eten. Schiedam geweest. Ging allemaal goed tot Hoogvliet aan toe. En toen kan je het al raden. Die spijkenissenbrug die stond weer open. Oh, verschrikkelijk. Helemaal gek van die brug. Nou, ik ben inmiddels al, gisteren heb ik al een beginnetje gemaakt met de Efteling podcast. Windows Movie Maker heb wel zoiets dat als je een project tegenwoordig opslaat, dat die je dan ineens het heel raar gaat doen en dan kan je gewoon weer overnieuw beginnen. Dus ik hoop niet dat dat nu ook zo het geval is. Maar we gaan het wel zien en we gaan het wel meemaken. In ieder geval komt dadelijk Ramon. En dan even lekker mijn haren kort scheren en zo. En dan moet ik morgen gewoon weer een hele dag aan de slag. Hè? Vandaag natuurlijk even een beetje overgewerkt. En morgen gewoon weer de volledige 8 uur. Dus morgen wordt het ook weer heel erg warm. En als het goed is zou het dinsdag een beetje minder worden. Met kans op regen. Nou ja, ik moet het nog geloven. Want een paar weken geleden was dat ook zo. En toen... waren het maar 3 sportertjes en toen was het alweer voorbij. Dus, waterornament heb ik ook nog steeds kuren. Nou, doet het weer niet. Volgens mij. Oh, gek van die waterornament. Even kijken wat er nou weer aan de hand is. Hij doet het weer niet. Nee. Zo. Nou, hij loopt weer. Hij is weer een beetje. Hij is nog steeds een beetje verstopt. En ik moet even kijken hoe ik dat even een keertje kan schoonmaken. Want het is echt super irritant. Dingetje zit vol met rotzooi. Dat slangetje waarvan het water eruit komt. Dus het moet eigenlijk een keertje even doorgespoeld worden met water eigenlijk. Maar hoe ga ik dat dan weer voor elkaar krijgen? Want dan moet ik hier, denk ik, weer heel die bal meenemen. En dat wordt een probleempie. Ik moet eigenlijk de slangetje even los zien te krijgen. En dan kan ik hem even onder de kraan een beetje uitspoelen. Want er zit allemaal groene aanslag op. Door het water wat elke keer doorheen gepompt wordt. Dus ik ga eens kijken of ik dat een keertje kan schoonmaken. Nu doe ik dat niet. Ik vind het veel te warm. Ik ga lekker even achter de computer zitten en ik ga even chillen. Ik ga even op mijn gemakje even voorbij komen. En dan gaan we maar wachten op Ramonski tot Ramonski komt. Oh, nou is hij weer scherp. We gaan maar even wachten tot Ramonski er is. Mooi, hè? Ramon, ik zal je even 1 ding vertellen. Als je zo doorgaat, zal ik er eens even ook persoonlijk voor zorgen dat je hier geen poot meer binnen zet. Ja, heb je dat? Ja, oké. Okay. Nou jongens, hij is er hoor. Ramonski! Godverdorie, al 20 vloggen zonder Ramon.
Ik denk dat je al in Twitter vloggen niet meer geweest bent, maar hij is er weer hoor. Ja, ik ben er weer. Monsieur Ramonski, hij is er weer. En Ramon, ik heb één vraag aan jou. Door zeven. Nee. Nee. Ja, ja, je moet wel even scheren, maar nee, ik had een andere vraag aan jou, ja? Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Oké. Okay. In die vraag is... heb je er al een beetje zin in? Oh, in Zaterdorp? Ja! Dat ze kweten... Je eerste negen plenen verstijn? We gaan er gewoon de volle 30% voor, zullen we zeggen. We gaan gewoon voor de 1000% gaan we gewoon ervoor om te kijken daar zo. Is goed, Ria. We gaan gewoon met volle zin gaan we naartoe, zal ik maar zeggen. Is goed, Ria. Is goed, super Ria. Ja, super Ria, dat het nee, ja, wat vind je ervan? Heb je er al een beetje zin in om zaterdag lekker naar de Efteling te gaan? Zeker weten. Je allereerste negen pleinen verstijn, dus dan laten we aan de kijkers zien dat we er volop zin hebben. Dat is mooi, hè? Ik ga het hem uitzetten, jongens. Nou, ik ga het even lekker van mijn hoofdje kaal scheren. En kijk, al het jellen strol uit. Kijk, dat is mooi, hè? Nou, ik ga hem even lekker even kort scheren en dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo. Tot latex. Tot latex. Nou, de latex, hè, bij de gamma. Doei. Zo, nou, ik heb inmiddels een lekker kort koppie en Ramon is inmiddels al naar huis gegaan. Ik ga het ook nog een beetje toe, ik moet morgen weer vroeg op. En ik heb het eigenlijk best wel gehad voor vandaag. Ik ga lekker de boel afsluiten en ga ik lekker naar mijn bedje toe. Morgen moet ik weer vroeg op. En dan is het weer gewoon een normale werkdag. Dus ik ga hem lekker afsluiten. Het was maar wel weer een zondagje wel vandaag. Dus, maar ik ben in ieder geval weer lekker kort geschoren. En vandaag hebben jullie ook de Efteling podcast kunnen zien. Die heb ik geüpload. Ik ga deze video niet meer editen, dat ga ik morgen pas weer doen. En ik ga morgen nog een stukje film opnemen. Dus ik spreek jullie allemaal morgen weer. Zo, nou het is inmiddels de andere dag. En ik heb alweer gewerkt. Ik ben gelukkig alweer vrij. Morgen moet ik natuurlijk wel weer werken, maar ik ben in ieder geval weer... het is in ieder geval weer avondmiddag. Dus ik ga het even lekker even de boel even openzetten. En dan... komt zo de begeleiding. Dan ga ik zo eventjes een praatje maken. Zo, nou, in ieder geval was dit de vlog van vandaag. Ik ga het in de volgende vlog ga ik het hebben over het aankomende weekend. Want het aankomende weekend wordt heel erg leuk. Jullie weten al het een en ander wat er gaat gebeuren allemaal. Maar nog niet de planning. En er is trouwens nog wat bijgekomen van de week. Dus ik ga deze week ga ik 3 leuke dingen doen. Wat dat is. Ja, misschien weten jullie het al. Misschien weten jullie het niet. Als je het nog niet weet. Ja, kijk de volgende vlog op It's Ultrex. En dan krijgen jullie te horen. Dat is dus voor de volgende vlog. In ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een video of een livestream is. En druk alle notificaties aan. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream gaat beginnen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Duimpje de lucht in. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Ik weet niet of dat het dezelfde dag wordt of morgen. Maar dan moeten we maar even kijken. De groetjes in ieder geval van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.